Ja, bittere pil. Ja, 2-1 verliezen van Roma. Maar goed, vrienden, dat kan gebeuren in voetbal en in sport. Het kan gewoon gebeuren. Je hebt het. De wedstrijd heb je gewoon onder controle. Er is niks aan de hand. Ineens penalty gemist. Hup, keeper begint te blunderen. En hup, wedstrijd glipt zo tussen je vingers door. En je verliest met 2-1. Maar hoogtepunt zat een minuut voor het einde. Daar was het hoogtepunt van de wedstrijd. De ballen, jongen. Ja, we hebben het natuurlijk allemaal gezien. Geweldig. Maar wat gebeurde er toen? Gingen allerlei mensen op Twitter en weet ik veel, die gingen allemaal schrijven. Ah, wat schande en wat denkt zo'n jongen wel en dat mag toch allemaal niet. En als wij dat doen, dan krijgen we een stadionverbod en noem het allemaal maar op. Maar vrienden, ik heb nog eens goed gekeken naar de beelden van die wedstrijd en kijk met mij mee. We zijn dus een minuutje voor het einde van de wedstrijd en de bal gaat uit. Kijk goed rechtsonder, vrienden. Rechtsonder in het beeld. Daar krijgt Calafiori de bal. En die gooit hem gelijk weg. Zie je dat? En dan loopt hij dus richting die ballenjongen. Maar goed, kijk nog een keer goed naar dit fragment. Nu doe ik het in slow motion, hè. Daar komt hij aan. Daar gaat hij richting de ballenjongen. Die gooit de bal, daar heeft hij hem. En nu, kijk, gooit hij die bal weg. En loopt hij weer richting die ballenjongen. Ja, nog één keertje goed kijken. Komt hij nog één keer? En daar gaat hij. Calafiori krijgt de bal en gooit hem gewoon weg. Nou, dat is heel simpel. Dat is tijdrekken. En die ballenjongen, dat kan ik me helemaal voorstellen. Stoom uit zijn oren, woedend. Want ik heb je net de bal gegooid, vriend. Maar onze Italiaan, die denkt, ja, de mazzel. Tijdrekken is internationaal en dat kan ik ook. Maar die ballenjongen denkt, ja, maar ik laat me hier niet een oor aannaaien door die Italiaan. Nee, dus die pakt de bal die hij weer wil gaan ophalen. En die gooit hem keihard tegen hem aan. Hier. En ik kan me dat helemaal voorstellen van die ballenjongen. Hier, komt hij nog een keer. Boom. Ja. Is dat even wat? Ja, ik vind gewoon, die ballenjongen die heeft groot gelijk. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar heel veel mensen hebben dus de aanleiding gewoon gemist waarom hij die bal heeft gegooid. Daarom, die ballenjongen is een absolute held. En moet voor altijd daar in de arena blijven staan.